Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 9 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb het lipsetje van de primer geprobeerd, maar deze kleur staat wel heel geel uit zoals je kan zien. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Zo op camera lijkt het niet zo heel erg, maar als ik het van dichtbij bekijk vind ik hem echt wel meer gelig. Maar hij droogt ook niet echt heel snel mat op, dus ik weet het gewoon nog niet zo goed. Maar goed, we gaan het wel even testen. Ik test sowieso een paar dagen een lipproduct, zodat ik echt wel weet wat ik ervan vind. Maar van deze kleur, ben er nog niet helemaal over uit. Ik heb gisteravond meer uit het First Sight gekeken. Was wel weer een mooie uitzending. Er gingen twee koppels al samenwonen en er was dan... Het waren Ashley en Rowan. En Astrid en... Ik vergeet de naam van die man steeds. Ik weet het niet meer. Maar dat ging... die man die was nog niet te zeker van of hij bleef slapen. Dus dat zullen we de volgende aflevering wel horen. Maurice en Ariane hebben een eindgesprek gehad. En dat was duidelijk dus. Maar omdat Maurice dus niet echt een eerlijke kans heeft gekregen, mag hij nu met drie andere mannen gaan daten als hij daarvoor open stond. En dat wilde hij wel. Dus dat vond ik wel heel leuk voor hem. Dat hij nu toch nog een kans krijgt om liefde te vinden. Omdat het met Arjan dus gewoon compleet een mislukking was. Dus ja, wel heel leuk. Dus hopelijk zit hier iemand bij waar hij het leuk mee kan gaan hebben. Maar dat gaan we allemaal volgen. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb foto's bewerkt. Ik moet even één nieuwe maken. Dat ga ik zo direct even doen voordat ik het weer vergeet. Ik heb weer lekker Sweet Magnolia's gekeken. Volgens mij ben ik er bijna al doorheen door seizoen 1. Maar er is gelukkig nog een seizoen 2. En flikken gekeken. Dat was heel grappig. Want ik herkende iemand uit Zonnestad. Dus ik had even een foto gemaakt. Ik had dat van de week ook al een keer met iemand die zat in Witsen. Dus ik had een foto gemaakt, zo gestuurd in de groepsapp van... Joh, kennen jullie deze? Dus mijn moeder zei, nee! Die vond dat helemaal niks. En ik herkende dat al meteen. Het was bij deze ook. Dus ik had er al wel bij gezegd dat mijn moeder hem niet zou kennen. Maar ik dacht dat Nathalie het wel zou weten, maar die wist het ook niet. Dus ze zei ik wie het was. Ze zei, oh, dat wist ik echt niet. Volgens mij heeft hij ook wel een pruik op, want die had hier heel lang haar. Dus wel leuk dat je nu steeds meer bekendere gezichten gaat zien ook. Ik ga nog even weer een was aanzetten, want ik heb echt wel heel veel was. Dus ik ga er nog even eentje aanzetten. Dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang en daarna nog eventjes lekker doodles tekenen. Dus dat is het eigenlijk ook wel voor vandaag. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga even beginnen met een was aan te zetten. Even kijken of het een beetje matcht bij mijn nagels. Maar niet echt. En ga ik een muziekje aanzetten en dan ga ik even lekker aan de gang. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. En eerst maar eens even met de wasdom beginnen, want die is zo groot. Niet normaal. Ik heb best wel lekker veel gedaan. De was die is al klaar. Die heb ik al in de droger zitten. Ik hoef alleen nog even op de aanknop te drukken zo meteen. Ik heb de woonkamer gedaan. Ik heb de keuken ook gelijk afgemaakt. Dus die is nou ook weer helemaal schoon. Dus dat is echt wel heel erg lekker. Want ik vond het toch wel vervelend dat het nog niet af was. Maar dat is nu ook klaar. Dan ga ik vrijdag even lekker speciale koffie maken uit de... Moet ik even denken hoe die machine nu heet. Mijn andere koffie is het apparaat in ieder geval. De Dolce Gusto.
Dan kan ik alles van de senseo even lekker afwassen. Want ja, die ga ik vanavond nog gebruiken en morgen ook. Dus dat heb ik helemaal gedaan. Ik heb zelfs de kledingstukjes die kapot waren nog eventjes aan elkaar gemaakt. Dus die zijn ook weer dicht. Dat kan morgen ook mooi de kast in. Toen ben ik even de doodles gaan tekenen. Die zijn ook nu mooi. Sowieso februari helemaal afgerond. Dan moest alleen nog even de tekst bij. Die heb ik afgerond. Die zit al netjes in de map. En lekker met maart bezig geweest. Dus wat dat betreft best wel een lekker druk middagje. Maar ik ben wel tevreden met alles wat ik heb kunnen doen. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je een... Even kijken. Dit is Mijn Huis heet dat, geloof ik. Dat is nieuw op SBS6. En dan moet een panel moet raden van wie dat huis dus is. Dus wie daar dus daadwerkelijk woont. Dus ik wil er wel gewoon eens naar kijken. Misschien is het wel leuk, ik weet het niet. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Verder heb je eigenlijk niet zoveel. Dus ik ga wel even zappen of zo. Want anders weet ik niet zo goed wat ik kijken ga. Ik ga sowieso eventjes... Ik moet nog wel even die foto maken. Dat moet zo nog wel even gebeuren. Dat had ik al willen doen. Nou, dan kan ik mijn blogpost schrijven en eventjes een thumbnail maken voor de vlog. En die allemaal inplannen. Misschien nog even wat met muziek aan de gang op de laptop. Of even nog met wat boeken. Want ik had mijn e-reader weer even helemaal opgeladen. Ik merk wel dat die wat slechter wordt. Dus ik ben wel bang dat ik met de tijd een keer een andere moet kopen. Want ik heb deze ook echt al jaren. Maar goed, ik vind het nog steeds heel fijn. Dus ik heb het er dan ook wel voor over. Verder ga ik Sweet Magnolia's kijken en heb ik vanavond weer flikken, dus dat wordt het verder ook wel. Dus ik ga nu eventjes die foto maken en dan ga ik even lekker relaxen en dan ga ik jullie gewoon morgen zien, want verder ga ik niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 10 maart, ik ben klaargemaakt en ik heb zo'n onwijs last van mijn rug. Het is niet grappig. Ik heb een verkeerde houding aangenomen met lezen gisteravond, denk ik. Ik merkte toen ik klaar was met lezen dat mijn lichaam al wat stijf aanvoelde. Mijn hand was ook gaan slapen. Ja, en dat uit zich nu in rugpijn. Het begon eigenlijk bij mijn ruggengraat, maar dat trekt nu heel erg door naar de rechterkant van mijn rug en ook naar mijn nek. Dus mijn schouder doet heel erg zeer, dus het is eventjes niet zo heel fijn. Toen moest ik ook mijn bed nog weer uit toen ik er eenmaal in lag. Want ik zag een beest op de muur zitten. Toen kwam ik dichterbij, was het weer zo'n vieze zilvervis. Die heb ik verwijderd. Maar ja, die wou er als een haasje vandoor. Maar ik heb hem wel te pakken gekregen. Ik moet zeggen dat ik er in dit huis minder last van heb als in mijn vorige huis. Ik heb er nu af en toe eens eentje. In mijn vorige huis was het echt een drama. Daar liepen ze met gewoon tientallen rond. En toen heb ik op een gegeven moment een keer van die spray gekocht van HG. Dat heb ik opgespreid. Een soort schuimachtig goedje was dat. Vond ik ook best wel eng, omdat het ook best wel chemisch rook. Ik heb het niet gespoten in de ruimte waar de katten verbleven. Daar zaten ze ook niet. En dat werkte heel goed, want daar komen ze echt met z'n allen op af. En dan zijn ze ook heel snel dood. Ik weet alleen niet of ze het ook meenemen naar een nest. Ik weet überhaupt niet of zilvervissen een nest hebben. Maar goed, dat was dat. Toen heb ik gisteravond mijn vinger opengehaald, want ik wilde oud papier weggooien en... Dat was zo scherp dat het precies in die riggeltjes kwam van je duim. Kijk, in deze, van waar je je duim buigt, daar kwamen ze precies in. Nou, dat begon te bloeden als een runs. Nou, dat moeten we maar even afplakken. Doet ook nog wel zeer. Dus ik hoop eigenlijk vanavond als ik ga douchen dat de pleister eraf kan. Ik heb gisteren een nieuw programma gekeken van SBS6. En dan ga ik even opzoeken hoe dat ook alweer heet. Want ik heb het gisteren wel genoemd. Even kijken. Super kijk of ik het kan terugvinden, want dat is natuurlijk wel eventjes handig. Even kijken hoor. Het kan zijn dat het nog wel herhaalt. Dit is Mijn Huis, heette dat. En dat werd gepresenteerd door Kees Stol met 4 panelleden. En dat, die panelleden, dat waren Richard Groenendijk, Olsje Goulsen... Klaas van Eerde en Ilse Warringa. Die moesten dan raden welke persoon bij dat huis hoorde. Maar ik vond het op zich best wel leuk. Ik las wel heel veel reacties dat mensen zeiden... Oh, wat een dom programma en zo. Dus ik weet niet of de kijkcijfertjes goed zijn. Maar ik vond het best wel grappig eigenlijk.
hun zaten op een gegeven moment op een spoor en hun zeiden echt, nou, die drie die woont daar echt niet. Ik had zelf ook het idee dat ze er niet woonde. Ik had het ook niet goed geraden. En toen zei Richard Groenendijk op een gegeven moment, nou, als die drie daar woont, dan eten die tafeltjes op. Nou, het was nummer drie. Nooit verwacht. Maar ja, ik vond het op zich wel grappig. Ik heb even een thumbnail gemaakt voor de vlog en ik heb een blogpost geschreven. Dat was het eigenlijk ook wel. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. Ik had de laatste aflevering van seizoen 1 en dat eindigde zo spannend. Dus ik ben heel blij dat er een seizoen 2 is. Dus daar ga ik vanavond lekker mee beginnen. En daarna had ik flikken. Dus op zich een prima avondje. Behalve dan dat ik mijn eigen heb gesneden. Dat deed wel zeer. En ja, toch wel eventjes nadat ik nu een beetje de problemen heb met mijn rug. Nadat ik verkeerd heb gezeten. Want ik merkte het ook met sporten. Want ik moest met de gewichten aan de gang. En dat was niet zo heel fijn voor mijn lichaam. Maar goed. Ik ga even een video zo opnemen als ik heb stofgezogen. Dan ga ik even de was in de kast doen. En dan ga ik nog even bullet journalen. Ik moet nog even een nieuwe mus bestellen. Daar wil ik nog even naar gaan kijken. Want ik weet eigenlijk nog steeds niet welk design ik wil. Ze hebben heel veel leuke. Dus daar wil ik nog wel even naar gaan kijken. Want ik heb 2021 nu bijna eindelijk afgerond. Het zijn echt nog de laatste dingetjes. Ik denk dat ik nog wat verhaaltjes ga schrijven of zo. En desnoods doe ik dat alvast apart. Dat ik ook al wat voor 2022 ga doen. Maar goed, ik ga nu eerst even stofzuigen. En dan ga ik zorgen dat de video erop komt. Klaar met alles. De video ging vrij snel, want ik had een boekreview video die ik moest opnemen. Want de video van zaterdag heb ik al opgenomen. Dat is alleen nog een kwestie van editen. Dus dat was niet zo heel erg. Dus daar was ik ook niet zo heel lang mee bezig. Toen heb ik de tweede ondergoedla even netjes gemaakt. Want daar was ik eigenlijk vorige week ergens mee begonnen. En toen kon ik ook niet verder. Dus die heb ik nou mooi even afgemaakt. Dus ik moet wel zeggen, ik kan het even laten zien hoe het er nu bij zit. Ja, ik vind het zelf heel netjes. Kijk, ik heb hier de hemdjes. Nou, hier gewoon ondergoed en boxers en gewone broekjes. En hier nog wat gewone broekjes. Zwemspullen ga ik er denk ik uithalen, want die gebruik ik nooit. En ik denk ook dat niks mij meer past, dat alles te groot zal zitten. Maar ik vind het zo wel netjes. Dat heb ik gewoon allemaal met die bakken van IKEA gedaan. De bovenste moet nog. De sokken ben ik ook niet helemaal tevreden over. Maar voor nu vind ik het prima. Ik heb de was ook even in de kast gelegd. Dus dat was ook wel weer fijn. Ik moet alleen al het ondergoed nog terugleggen. Maar dat is ook alweer mooi in de kast. Het hangt allemaal weer mooi. Nou, lekker even gebullet journaled. Ik wil morgen ook nog even verder gaan met een beetje het opruimen. Maar we gaan morgen eerst die schoenen helemaal ordenen. Want daar heb ik zoveel zin in. Dus elke keer al, oh, is het al vrijdag, dan kan ik dat gaan doen. Omdat ik de rest van de week andere klusjes had. En dan wil ik dat niet omgooien. Maar ik heb zoveel zin om met die schoenverdelers aan de gang te gaan.
Mijn rug, ja, het doet nog steeds wel goed zeer. Ik merk wel nu ik wat meer in beweging ben geweest dat het iets soepeler wordt. Dus op zich ga ik ervan uit dat het er morgen gewoon weer uit is. Althans, dat hoop ik heel erg. Katjes hebben net ook lekker gegeten. Bullet journalen ging ook wel lekker, maar ik vlot nog steeds niet heel erg. Maar goed, moet maar even naar kijken. Ik moet er sowieso even gaan kijken naar die mus. En ik heb eigenlijk alleen nog, ben ik nu begonnen met oud en nieuw. Dus kun je zien hoe ver ik achterloop. Maar goed, is allemaal wel weer goed gekomen. Soms wel een lekker middagje zo. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan straks eventjes lekker douchen en eten. Ik heb lekker kippenpootjes. Die kan ik zo in de airfryer doen. Die vind ik zo lekker. Uit de vriezer. Dus daar heb ik wel zin in. Vanavond heb je meester Frank Visser. Dat wordt ook wel volgens mij wel weer heel bijzonder. Dat gaat over extensions. Dus dat ga ik ook lekker kijken. Nou, weet ik niet. Misschien dat ik daarna nog iets opzoek. Verder is er niet zoveel. Ik moet sowieso foto's bewerken. Dus dat ga ik doen. En ik wil eigenlijk nog even verder met de muziek voor mijn iPod. En vanavond begin ik dus met seizoen 2 van Sweet Magnolias. En vanavond heb ik nog lekker flikker. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga nu in ieder geval even lekker wat drinken. En dan eventjes lekker relaxen. Want ja, ik zit nou tegen deze rugleuning aan. En dat doet gewoon gigantisch zeer vanwege mijn rug. Maar misschien straks ook met de warme douche dat het iets beter gaat. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik ga nog wel straks even de nagellak eraf halen. Want het ziet er niet heel mooi meer uit. Dus nou ja, het wordt in ieder geval een fijne avond wat ik gepland heb. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 11 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik moest net even een telefoontje doen. Ik hing een beetje lang in de wacht. Dus, maar het is allemaal gelukt. Ik heb de andere lipkleur op. Die vind ik iets mooier als die gele, moet ik zeggen. Dat vind ik net iets mooier. Dus daar ben ik wel wat meer tevreden over. Ja, ik ga zo meteen even stofzuigen. En dan ga ik boven lekker met de schoenen aan de gang. Ik heb er wel zin in. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Ik heb gisteravond gekeken naar meester Frank Visser. En dat was wel een dingetje. Dat ging over extensions. Er was een dame die had extensions laten zetten bij een andere dame. Die deed het eigenlijk wel meer voor de hobby. Want ze kon er ook niet van leven. En ze had het via Instagram gezien. Ging allemaal wel gek. Want ze hoefde daar eerst niet helemaal heen om te kijken van wat voor lengte is mooi bij jou of zo. Ze moest gewoon een bedrag overmaken. Dan bestelde zij de extensions en dan kon ze die inzetten. Maar die extensions waren dus heel lelijk geworden. En het was een beetje wel eens niet eens. Die vrouw die ze gezet had, die dacht van ja, je hebt ze niet goed verzorgd. En dat meisje die ze had, die zei van ja, ik heb ze wel goed verzorgd. Dus ja, het was een beetje een wel eens niet eens spelletje. Uiteindelijk moest zij wel het bedrag terugbetalen. Wat ze moest de dame die de extensions had gezet het bedrag terugbetalen. Wat het meisje ervoor had betaald. Maar het was een beetje gekkig. Want eigenlijk zegt dat meisje die de extensions had gekregen van ja, ik wil geen confrontatie aangaan. Dus ze had het beter gewoon eerst even telefonisch of zo kunnen oplossen. En dan stap je gelijk naar de televisie. Maar oké, het was opgelost. Veel mensen vonden de uitspraak niet, niet goed. Maar nou ja, het is wat het is. Ik heb lekker mijn foto's bewerkt. Ik wil alleen nog even een swatch maken. Omdat het over mascara gaat die waterproof is. Om te kijken of die dus echt waterproof is. Maar dat doe ik even voordat ik ga douchen. Want dan ben ik daarna gelijk ook schoon. Nou, ik heb de Sweet Magnolias gekeken. Seizoen 2 was wel een heel spannend begin. Dus was wel, was fijn dat ik door kon kijken. En daarna had ik flikken. Dus dat was het verder ook wel. Ik had eventjes mijn melk op schuimer heel goed schoongemaakt. En eventjes de airfryer goed uitgeboend. Want ik had die kippenpootjes gegeten. Die overigens heel lekker waren. Wel een beetje pittig. Dus ik had wel een beetje dorst. Maar toen ben ik gewoon aan het water gegaan. Dus dat heb ik ook allemaal nog even gedaan. Ik heb nog even lekker gekamd. En dat is het ook wel. Ik ga nu eerst eventjes lekker stofzuigen. En dan gaan we naar boven. Ik had trouwens gisteren weer een zilvervis. Dit keer in de gang. Die liep op de grond bij mijn ja, ik heb daar zeg maar de deur zitten die gaat naar de meterkast. En ik zag daar wat lopen. Dus ik denk, oh even kijken. Nee, ja, weer zo'n vis. Nou, uiteindelijk heb ik hem te pakken gekregen. Maar ik word er nou wel een beetje moe van. Maar goed, de nagellak is eraf. Dus ik ga nu even wat doen. En dan gaan we eens even kijken hoe we dat boven kunnen fixen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus tijd om aan de gang te gaan. Inmiddels boven aan de land. Dus we gaan nu deze schoenenkast ordenen. Ik ga de schoenverdelers erbij pakken. En dan gaan we dit eens eventjes mooi verdelen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik
wordt eerst stickertjes spulken, want er zitten allemaal stickertjes op. Maar dat gaan we nu dus eventjes doen. Oké, dit staat. Maar ik kom er dus toch nog tekort. Dus ik moet er toch nog een paar gaan bijhalen van de week. Dus ik hoop dat ze dan nog hebben. Maar ik vind het al wel veel beter staan. En dan past alles er ook echt wel op. Want daarboven kan ook nog wel wat in zo'n plateautje. Maar ik moet er gewoon echt even nog een paar bijhalen. Dus nou, in de hoop dat dat nog even gaat lukken. Maar in ieder geval voor nu staat het even zo. Dus ja, wat er niet in kan, dat ligt nog even hier. Maar... ik moet er gewoon nog even wat schuiven, dus dat betekent gewoon nog eventjes wat erbij gaan halen van de week. Maar in ieder geval, voor nu staat het in ieder geval eventjes zo. Ik ben klaar. Ik baalde wel van dat ik dus niet genoeg van die verdelers had. Ik had het toch niet helemaal goed uitgedokterd. Ik dacht echt dat ik er genoeg zou hebben, maar dat viel dus even tegen. Dus in de hoop dat ik er dinsdag nog even een paar bij kan gaan halen. Maar op zich wel lekker. Ik heb zelfs nog weer even wat geordend ook bij de hoek, zeg maar. Het knutselrek. Dus op zich best wel lekker bezig geweest. Morgen wil ik nog wel heel eventjes verder. Of misschien zondag, want je hebt zondag geen voetbal. Want Ajax speelt vanavond om 8 uur al. Dus ik ga nog wel even verder, want ik heb nu weer wat meer vibe gevonden om het te doen. Ik heb ook net twee boxjes besteld. Eentje nog weer voor boven en eentje voor mijn haarspullen. Want die zitten nu in een toilettasje en dat werkt ook niet zo goed. Dus dan kan ik dat ook weer mooi ordenen. Dus als het goed is komt dat morgen binnen. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Maar op zich, op zich wel lekker bezig geweest zo. Soms heb je van die dingen, dan kom je tekort. En dan is het gewoon lastig dat je niet even snel naar de winkel kan om het te gaan halen. Maar goed, dinsdag een nieuwe poging. Ik ben in ieder geval wel blij met het resultaat hoe het nu staat. Dus dat is top. Nog even lekker gebudgeteerd. Want ik heb eventjes...
de oud en nieuw afgemaakt. Dus die is nu ook mooi klaar. Ik moet nog een paar dingetjes bijwerken. En dan kan ik met het nieuwe jaar beginnen. Maar goed, er zijn nog niet zo heel veel dingen die erin kunnen. Wel een paar natuurlijk. Dus op zich ging het allemaal wel lekker. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond dus twee schermen, want je hebt om 8 uur AX, dat zet ik aan op het scherm. En ik heb natuurlijk Flikker Maastricht willen kijken. Daarna ga ik even Nieuw Amsterdam ook kijken. Ik heb even de Alleskunner VIPs opgenomen, want dat begint vanavond weer. Dus dat vind ik wel leuk om morgenavond even terug te kijken naar weet ik veel. Ja, verder eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik ga vanavond lekker Starbucks koffie nemen, dus daar heb ik ook wel zin in. Verder moet ik vanavond de video in elkaar zetten. Ik moet zo nog even naar boven, want er liggen de bonnetjes nog, want het is een Action Shop blog. En ik moet mijn blogpost schrijven. Ik ga Sweet Magnolias kijken. En vanavond is het weer tijd voor Mokro Mafia. Dus dat is eigenlijk verder ook de planning, dus niet heel speciaal. Maar op zich wel blij dat ik alweer een stukje verder ben. Dus dat is wel fijn. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want ik voel nog steeds die rug. Dat is nog niet beter. Ik merk wel als ik een beetje in beweging ga. Dan heb ik er minder last van. Maar zodra ik stil kom te zitten is het echt drama. Dus ja. Straks even lekker een warme douche erop. Dat helpt vaak ook wel. Goed. Ik ga lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 12 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het nu een beetje fris. Ik heb gisteravond de verwarming niet aangehad. Want het was hier binnen 20 graden. Maar ik weet eigenlijk niet op hoeveel graden hij nu staat. 19. Nou, ik denk dat hij dan vanavond wel even aangaat. Later op de avond zakte hij wel naar 19,5. Maar ik had niet echt de behoefte om de verwarming aan te zetten. Want het is hier best wel snel warm in huis. Maar het is nu ook weer een wat bewolkter dagje. Want ik zag gisteravond ook dat er regen aankwam. Ja, gisteravond, ik had twee schermen. Want Ajax die speelde om 8 uur. Want hun hebben dinsdag een wedstrijd vandaar dat ze gisteravond al speelden. En je had natuurlijk Flikker Maastricht. Nou, laat ik beginnen bij Ajax. We moesten tegen Cambuur. We hebben in het verleden wel eens gewonnen met 9-0 van Cambuur. Dus we gingen er op zich lekker in. Na 3 minuten hadden we al een doelpunt. Later kwam er nog een doelpunt bij. En we gingen dus met 2-0 de rust in. En daar ging het mis. Want er gebeurde eigenlijk precies hetzelfde als vorige week. We kregen twee doelpunten tegen. Ajax deed echt nog wel hun best om weer een doelpunt te pakken te krijgen. Maar het lukte niet heel erg. In de blessuretijd hebben we wonder boven wonder nog gescoord. Dus uiteindelijk is het 2-3 geworden. Want we speelden uit. Maar ik vond het niet heel goed. Ik ben beter gewend van Ajax. En misschien zaten ze al met hun hoofd bij de wedstrijd voor dinsdag. Of dachten ze, we worden overmoedig om te staan met 2-0 voor. Maar dat moet je dus niet doen, want dan zie je dus hoe het mis kan gaan. Dus het was echt met de hakken over de sloot dat we hebben gewonnen. Wel heel fijn, want ja, je wist ook, met gelijkspel krijg je 1 punt. Dan hebben we maar 3 punten verschil met PSV. En als die dit weekend zouden winnen, staan we op een gedeelde eerste plek. Dus ik was heel blij dat de 3 punten mee naar Amsterdam gingen. Maar ik vond het niet een hele fantastische wedstrijd. Dus ik hoop wel echt even dat ze zich weer herpakken. Want volgend weekend hebben we Feyenoord. En dat wil je gewoon winnen. Nou, ik heb dus ook lekker Flikker Maastricht gekeken. Hele mooie uitzending. Echt, ik zat echt wel een beetje op het puntje van de bank, omdat het heel spannend was. Ik heb wel het idee dat we het einde van het seizoen al aan het naderen zijn. Ik weet niet precies hoeveel afleveringen dit seizoen had. Maar ja, je merkt gewoon dat het einde wel een beetje nabij komt. En ik hoop maar gewoon dat ze die Eddie weten te pakken. Want ik ben die vent nu wel een beetje zat. Hele goede rol van Tycho Gernand, maar ik begin hem zat te worden. Daarna heb ik even Nieuw Amsterdam gekeken. Was ook wel weer heel erg mooi. Dus vond ik ook wel weer een hele fijne aflevering. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Die staat inmiddels online. En daarna ook mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker de Sweet Magnolias gaan kijken. En daarna had ik Mokro Mafia. Daar moet ik nog steeds een beetje in komen. Maar aflevering per aflevering gaat het wel beter. Ik heb twee pakketjes binnengekregen, die ga ik jullie zo eventjes laten zien, maar dat ga ik even zittend doen. Vandaag heb ik niet heel veel op de planning. Ik moet sowieso even de kwasten wassen en ik ga nog even lekker bullet journalen. En ik denk boven nog even wat rommelen, maar ik zet jullie er wel even bij als ik de kwasten ga wassen. Ik ga het wel even met de hand doen, dan ben ik even iets sneller, want ik heb nog steeds last van mijn rug en ik vind het niet fijn om heel erg lang te staan, dus vandaar. Maar goed, ik zal eerst even de pakketjes laten zien die ik heb binnengekregen.
Ik heb een heel lief pakketje gekregen van een volger. En er zaten allemaal leuke spulletjes in. Dus ik ga je gewoon even laten zien wat erin zit. Ik ben in ieder geval super blij mee. Dus super bedankt alvast. Want ja, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Die heeft mij heel lief een pakketje opgestuurd met een heel leuk kaartje erbij. Dit kaartje zijn van Dick Bruna. Heel schattig. Er zat ook nog een leuk plaatje bij. Maar die heeft mij dus producten opgestuurd van Fiji. Super lief. Allemaal heel leuk verpakt. En er zitten dus allemaal producten in van Fiji. Ik ben hier zelf nog niet mee bekend. Maar ik ben heel erg benieuwd om dit uit te gaan testen. Er zitten allemaal spulletjes in. En ook aan de achterkant nog. En hier heb ik dan nog een aantal spulletjes van Fiji. En een heel leuk lief maskertje zit erin. Dus heel erg leuk. Ik heb je al een berichtje gestuurd op Instagram om je te bedanken. Maar nogmaals, heel erg bedankt voor je lieve pakketje. Ik ben daar heel erg blij mee. En ik ben heel erg benieuwd om deze producten te gaan proberen. Dus super leuk. Dan heb ik de boxjes binnengekregen die ik had besteld. Die heb ik besteld bij Best Deals. En die waren dus nu ook al binnen. Oh, hij is wel heel groot, zie ik. Kijk, ik heb allereerst dit boxje binnengekregen. Voor de spulletjes boven, want die ga ik daarin, dan kan ik daar weer spulletjes in opbergen. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Het is ook precies de goede maat die ik had. Dus top. En dan heb ik deze bak. Die is iets groter dan ik had verwacht. En hier wil ik dus mijn haarspulletjes in gaan stoppen. Want ik heb het nu allemaal in een etuietje zitten en dat vind ik niet zo fijn. Ik vind het fijn om het in zo'n box te hebben. Maar hij is iets groter dan ik had gedacht. Maar goed, dan kan ik ook al mijn spullen erin gaan stoppen. Want ik heb boven ook nog een box staan met haar spullen. Dan kan alles erin. Hier kan ook 11 liter in, zie ik. Die had je in verschillende kleuren. En deze is 7 liter. Maar die komt precies overeen met de boxjes die ik al had. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat alles naar binnen was. Dus daar ga ik mooi mee aan de gang. Ik ga nu eerst even stofzuigen. Dan ga ik daarna eventjes eerst even de kwasten wassen. Dan zijn die lekker schoon. Die ga ik nu eventjes drogen in de slaapkamer, denk ik. Want het werkt niet zo goed in de douche. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Dan ga ik nog even kijken of ik boven nog iets kan doen. Maar in ieder geval weer helemaal blij dat ik nu weer een beetje verder kan. Ik dacht eerst dat de bak een beetje te klein was, maar ik ben toch wel blij voor een grote bak ben gedaan. Ik heb nog meer spulletjes, dan kan alles er mooi zo in. Maar dit is veel beter, want het zat dus allemaal hierin. Dat is niet zo overzichtelijk. En nu kan ik er gewoon lekker in graaien als ik zin heb om iets leuks in mijn haar te doen. Kan dat gewoon, dus stop. Ik ga de deksel erop doen, dan ga ik me gelijk ook eventjes een plekje geven.
deze bak staat ook. Hier zitten de cutting dies en snijaccessoires in. En hier kan eventjes een nieuwe op, want die is helemaal losgegaan. Maar die had ik nog liggen. Dus, nou, super zo. Ik word er wel blij van als ik het zo zie. Dus helemaal top. Het mandje met de haarspullen is nu hier beland. Dus die staat nu hier mooi in de douche. Dus dat staat ook wel weer beter. Vind ik zelf wel heel mooi staan. Dus dat is ook wel weer heel fijn. Nou, ik film inmiddels even met mijn telefoon. Want mijn kaartje van mijn camera die was dus vol. En ook is de batterij leeg. Dus die moet ik even op de oplader leggen straks. Toch nog best wel veel kunnen doen. De kwasten zijn lekker schoon. Nou, ik heb dus het bak met de haarspullen al ingeruimd. Ook die andere bak heb ik al mooi ingeruimd. Dus dat is allemaal alweer mooi. Ik heb lekker eventjes gebullet journaled. Ik was nu met het grote boek bezig die ik bijwerk voor mijn blog en YouTube kanaal. Dus wat dat betreft ging dat allemaal wel vlot. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Hier wordt nog even de laatste brokjes worden hier opgegeten. Want Mickey die hoeft er niet meer. Dus nu heeft Tijger het maar geoond. Ik ga zo nog even lekker relaxen, dan straks lekker eten en even lekker douchen. Vanavond heb je weet ik veel, dus dat ga ik kijken. Ik heb het idee dat het de laatste keer is, maar dat gaan we wel zien. Dus ik heb wel zin om hier mee te doen. Ik ga daarna even de Alles Kunnen Vips terugkijken. Dat is gisteravond begonnen, dat vind ik wel leuk. Dus dat ga ik dan mooi even terugkijken. Verder wil ik dus de vlog voor het grootste gedeelte editen. Ik heb een beetje last van mijn stem. Sweet Magnolias kijken en daarna ook weer Mucro Mafia. Ik heb boven het een en ander ook wel weer weg. Er was net iets wat ik nog wilde zeggen en ik ben het heel eventjes kwijt. Nou, het zal vast niet heel belangrijk geweest zijn. In ieder geval eventjes lekker vanavond. Gewoon wel een rustig avondje. Dus op zich wel lekker. Ik hoop natuurlijk weer op een goed cijfer bij weet ik veel. Maar dat is altijd weer de vraag. Dus dat gaan we wel eventjes zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Ik moet even goed mijn handen wassen, want er zat wat inkt op. Ik zou de kwasten eigenlijk droog in de slaapkamer. Dat werd er niet. Ik heb het nu toch maar in de keuken gelegd. Kunnen ze daar weer eventjes goed drogen, want ik leg ze altijd op de verwarming. En de verwarming in de slaapkamer is vrij smal. En niet dat het nu droogt omdat de verwarming aan is, maar gewoon meer dat ze een plek hebben om te kunnen liggen. Dus ik heb ze nu daar maar even neergelegd. Oh ja, ik wil nog even wat make-upjes opruimen in de slaapkamer, maar dat is het ook wel. Ik ga nu relaxen, dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 13 maart. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb mijn vest aan die ik heb gekregen van Nathalie voor kerst. Zit wel heel erg lekker. Hij zit nog best ruim voor S. Maar nou ja, hij zit goed. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Het was wel weer leuk om mee te doen. Alleen die app viel weer uit. Dus dat was natuurlijk weer eventjes minder. Dat heb ik gewoon elke keer. Of hij laat niet door of hij valt uit. Dus het maakt het wel minder leuk. Maar ja. Ik had helaas ook geen voldoende, dus dat was een beetje een tegenvaller. Maar het was wel leuk weer om mee te doen. Daarna heb ik de Alles Kunnen Vips gekeken. Dat was ook wel leuk. Ik vind de VIP-versie altijd wel leuk. De gewone versie, dat vind ik minder, maar de VIP-versie vind ik wel leuk. Dus dat was ook wel weer leuk om te zien. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al geëdit. Ik ben mijn boeken aan het ordenen op mijn USB-stick, want ik bewaar al mijn e-books zeg maar, op een USB-stick. En die ben ik dus allemaal aan het ordenen, dat ze echt bij auteur staan. Ik heb weer de Sweet Magnolias gekeken en na weer Mucro Mafia, dus op zich wel weer lekker. Mijn boek is uit, dus ik kan weer aan een nieuw boek beginnen vanavond, maar ik weet nog niet welke. Dus dat is altijd een beetje een crimier. Ik ga zo eventjes stofzuigen en groenten afhalen. Dan wil ik even nog wat dingetjes opruimen. En dan ga ik foto's maken. En ik laat uiteraard even de fotospullen zien. Maar verder heb ik ook niet zo heel veel te vertellen. Want er is gewoon niet veel gebeurd eigenlijk in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus dat ga ik zo meteen eventjes doen. Dus dat is wel lekker. Dus ik ga even muziek aanzetten. En dan ga ik eventjes aan de gang. En dan laat ik straks eens even de fotospullen zien. Zo, ik heb fotospullen gepakt en ik heb hier allereerst een Sunkist Glow bronzer van Max & More in de kleur 156 Golden.
Dan heb ik hier een Skin Love en Respect Urge Pro Primer van Catrice. En 3 lipstickjes van Essence. En dit zijn de Hydrating Nude Lipsticks. En dit is de kleur 302 Heavenly. Deze kleur heb ik dan. Dit is de 301. Ik moet het even goed kunnen lezen. Ik kan het niet lezen, jongens. Het is te klein. Ik ga even bij het licht staan. Deze heet Romantic. En dan heb ik hier nog een kleurtje. En dit is de 303 Delicate. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer mooi klaar. Dus ja, daar ga ik eventjes mee aan de gang nu. Zo, ik ben inmiddels Rolade aan het praten. En die staat dus nu gewoon lekker te pruttelen. Die staat al mooi op. Wordt al mooi bruin. Ik denk dat ik het iets harder moet zetten misschien. Want hij staat nu wel heel zacht. Dus die kan mooi bruin worden. Nadat ik de groente heb afgehaald, heb ik eerst de bovenste ondergoedlade even netjes gemaakt. Die moest nog even netjes gemaakt worden, want die was gewoon ook een beetje een puinzooi. Toen ben ik naar boven gegaan. Toen heb ik de plank helemaal even schoongemaakt waar mijn broeken liggen. Ik heb een hele stapel met broeken, die pas ik niet meer. Die zitten gewoon echt veel te groot, dus die heb ik helemaal aan de andere kant gelegd. En dan heb ik een mandje gemaakt waar mijn passende broeken nog in kunnen. Toen heb ik de schoenen even verder geordend. Want ik heb nu het zo geordend dat echt alle schoenen er straks in kunnen. Maar dinsdag dus eerst eventjes die verdelers halen. Ik heb het nu even niet laten zien, maar dat komt wel als het echt helemaal af is. Want het is nu gewoon nog niet helemaal klaar. Dus dat heb ik netjes gemaakt. Toen heb ik fotospullen uitgezocht. En nou, de foto's gemaakt. Ik heb al geïmporteerd. Toen heb ik intussen die rollade even opgezet. Toen heb ik de katten eten gegeven. Die zitten hier nog een beetje na te smullen, maar het is nu op. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond ga ik mijn nagels even doen, want die zijn niet mooi meer. Verder heb je vanavond Wie van de Drie, dat ga ik kijken. En dat Million Dollar Island ga ik weer kijken. Ik ben wel benieuwd hoe de tweede aflevering is. Ik vond de eerste best wel leuk, dus ik ben wel benieuwd naar de tweede ook. Ik wil sowieso ook nog even lekker gamen. Ja, verder ga ik foto's bewerken. Heb ik Sweet Magnolia's en ook weer flikken vanavond, dus dat is het. En dan moet ik dus nog een nieuw boek uitzoeken en dat is nog de trouble waar ik nog niet over uit ben. Maar dat geeft niet, dat komt vast wel goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder toch niks meer te vertellen. Ik weet inmiddels wel wat ik jullie nou gisteren wilde vertellen. Ik kreeg steeds natte handen als ik mijn handschoenen aantrok. Toen had ik een heel minuscuul gaatje gevonden. Dus ik heb nu eventjes een nieuw paar van boven gepakt. Dus nu heb ik als goed is met afwassen geen natte handen meer. Want als ik het zonder handschoenen doe, dan krijg ik dus heel erg eczeem. Dus daarom gebruik ik altijd handschoenen ook met schoonmaken. Maar dat is wel fijn dat ik nu weer een nieuw paar heb. Ja, ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 14 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel een beetje fris. Ik dacht dat het iets warmer zou zijn. Dus ik heb eigenlijk een beetje een fris truitje aan. Ik heb gisteravond Wie van de Drie gekeken. Was wel weer leuk. Dat was iemand die ging vuur eten. Heel eng als ik eraan terugdenk. Ze stak echt dat vuur zo in haar mond. En er zal natuurlijk een trucje achter zitten dat haar mond niet verbrandt. Maar ik vond het toch wel een beetje scary of zo. Daarna heb ik Million Dollar Island gekeken. En je merkt wel dat de irritatie al begint te komen. Want ja, er zijn dus groepen die geen eten hebben. Nou was er dus één dame die wilde niet bij een groep horen. Die wilde op haarzelf zijn. Maar ze ging wel bij alle groepjes wat mee zitten eten. En dat zorgde ook weer voor frustratie bij één groep. Die zei van, nou, bij ons hoef je niet meer aan te kloppen. Want je gaat eerst bij ons, kom je eten. Ga je weer naar de volgende groep. Nou, dat zorgde ook voor een beetje een discussie. Toen liep zij op een gegeven moment liep zij daar gewoon een beetje in die wildernis rond met een andere vrouw. En ze begon allemaal dingen in haar mond te stoppen. Besjes en stengels en zo. Dus die vrouw zei nog, je moet geen dingen gaan proeven. Want je weet niet wat het is. Ja, maar het smaakt heel lekker. Toen nam ze een stengel en die stengel die was dus hartstikke giftig. Want ze kreeg gelijk allemaal bultjes in haar mond en het werd allemaal, het begon te branden. Dus toen moest ze ook naar een soort van eerste hulppost die daar zat.
Dus zat ze gelijk aan het infuus. En uiteindelijk moest ze dus naar het ziekenhuis. Dus haar avontuur was ook gelijk geëindigd. Want ze mocht ook niet meer terug naar het eiland. Toen werd er op het laatst ook nog wel even op het hart gedrukt. En al die kandidaten van eet nou geen dingen waarvan je niet weet wat het is. Dat is van tevoren ook gezegd. Maar ja, als je een eigen wijs bent en je gaat spullen in je mond stoppen. Ja, dat is ook niet zo slim. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is dit kleurtje. Ik ben niet lijnd enthousiast. Want je ziet heel erg de witte... Mijn witte nagels er een beetje doorheen, zeg maar, de uiteindetjes. Het is dit kleurtje van de Clean and Strong Nail Line. Dat is deze. Deze heet 01 Pink Clouds Share. Maar ik vind hem vrij licht. Dus ik vind hem niet zo dekkend. Ik heb mijn foto's bewerkt en mijn boeken nog wat geordend. Toen ben ik de Sweet Magnolias gaan kijken en daarna had ik weer lekker flikken. Ik ben nu door het eerste seizoen heen. Ik ga nu naar seizoen 2. En ondanks dat ik alles ooit al eens heb gezien, kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Dus op zich is het ook wel, wel leuk om weer terug te zien. Alleen, mijn moeder en Nathalie die keken dus ook. Die kijken dus samen en toen appte Nathalie al van joh... wij zouden een vervolg hebben en wij kunnen dat vervolg niet vinden. Dus ik ging het even uitzoeken. Die stond inderdaad niet op Videoland. Dus ik had ze een link gestuurd waar ze hem konden kijken. Maar er zat steeds reclame in, dus dat was niet zo heel fijn. Maar ja, zo konden ze toch het vervolg zien. Dus ik denk dat ik dat ook moet gaan doen als ik daar eenmaal ben. Maar dat was natuurlijk wel een beetje jammer. Ik ben met een nieuw boek begonnen, dus dat was ook wel weer leuk. En nu ga ik zo meteen de was aanzetten. En ga ik hier aan de gang de kattenbakken, de gang en de douchen aan de beurt. Rolade was heel lekker. Ik kon hem niet helemaal op, maar ik heb er wel van genoten. Maar ik had de hele avond ook een heel vol gevoel. Dus ik had denk ik gewoon wat te veel gegeten. Maar het was wel heel lekker. Ja, ik ga een muziekje aan doen en dan ga ik aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Hier is lekker alles klaar. Ik merkte ook echt nu dat ik had nu natuurlijk weer het kattengif van de Welkoop gebruikt. Dat begon nu echt goed te stinken. Dus dat vond ik echt wel het verschil met dat van de Lidl. Maar goed, daar heb ik het vorige week uitgebreid over gehad. Maar ze hebben weer helemaal schone bakken. Dus ze zijn weer blij. Ze hebben ook net gegeten. De was is ook al klaar. Die heb ik al in de droger zitten. Die hoef ik alleen nog aan te zetten. Ik had niet een hele grote was. Maar ik moet wel even een beetje bijblijven. Dus dat was wel fijn. En alles is dus nu lekker schoon. Dit is dus altijd het probleem. Als ik praat tegen de camera, gaan hun op de kattenbak. Ik weet niet wat dat is. De douche is weer lekker schoon. En nou, het toilet gewoon weer lekker. De gang. Toen ik klaar was, heb ik nog even lekker een spelletje zitten spelen. Want het was nog vrij op tijd. Ik was rond 3:50 klaar. Dus het was wel lekker. En ik las dus net dat Spangas stopt. En dat is wel een serie die ik altijd keek. Ze hebben 15 seizoenen gehad. Dus zou het al 15 jaar gedraaid hebben? Ik moet even iets... Oké, ik moet even iets opruimen. Ik kom zo bij jullie terug. Het maagje van mijn huis zat iets te vol. Dus
Dat is er weer uit. Alleen ze beginnen nu gewoon verder. Zit daar nog wat? Kan ik me niet voorstellen. Zit je dat nou weer op te eten? Maar dat moet je niet doen, want je hebt net het uitgespuugd. Oeh, kusjes aan de camera. Nee, doe maar niet meer eten. Dat is niet goed voor je buikje, hè? Goed zo. Maar goed, ik was dus bij Spelgas. En nou ga ik dat heel eventjes opzoeken. Wanneer dat nou precies begonnen is. Want het heeft 15 jaar gedraaid. Dus ik 15 seizoenen gedraaid. Dus ik denk 15 jaar geleden dat dat begon. Dus ik ga even het jaartal opzoeken. Nee, nu gaat het niet goed. Want dan wil ik even weten hoe oud ik was toen ik daarna ging kijken. En ik vermoed 15, maar voor mijn gevoel was ik jonger eigenlijk. Ik kan ook niet meer typen, want ik zei het net in de groepsapp ook al verkeerd. Zoek, Spangas. Um, 2007. Oh. Maar dan zou ik al 16 zijn geweest dat het begon. En dat klopt ergens in mijn hoofd niet. Nee, ik denk... Nee, ik was 15. Ik werd 16. Dus toen begon dat. Nathalie en ik hebben er altijd best wel naar gekeken. Dus in het begin was het ook echt wel heel erg leuk. Alleen je kreeg ook steeds meer andere personages erbij. Ik heb het best wel lang gevolgd. En ik geloof dat het tegenwoordig Spangas de Campus heet. En ik heb daar wel eens een klein stukje van gezien. En ik dacht echt van... Wow, deze serie is heel erg veranderd. Met hoe je hem gewend was. Ik snapte ook niet wat mensen hier leuk aan vonden. Want ik vond het echt heel vaag. Er was geloof ik nog één leraar die officieel erbij was. Meneer Damstra, die heeft er heel lang in gezeten. Maar... Nou ja, goed. Ik denk ook inderdaad dat het maar beter is dat zoiets stopt. Dan zal het voor heel veel kinderen misschien een teleurstelling zijn die het wel heel erg leuk vonden. Alleen als je echt de originele Spangas kende, dan denk ik dat de campus gewoon niet leuk was. Ze hebben ook meerdere films gehad. Maar goed, het is dan weer zo'n einde van een tijdperk wat je best wel lang hebt gevolgd. Ik ga het nu even zo lekker relaxen. Ik ga de droger aanzetten en even wat drinken. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb vanavond de rosti rondjes met haricots en speklapjes. Dus wel lekker. Vanavond het nieuwe seizoen van Uitstel van Executie begint. Daar ga ik eventjes een deel van kijken. En dan ga ik om 9:30 de Meilandjes kijken. Die komen om 8:30. Die heb ik al opgenomen. Die gaan de bijstand in. En dat ga ik wel eventjes lekker kijken daarna. En dan kijk ik morgenavond wel even het laatste deeltje van Uitstel van Executie af. Want ze gaan nu ook mensen met huurhuizen helpen. Dus dat lijkt me ook wel interessant. Verder moet ik weer eventjes mijn blogpost schrijven. Hoop ik nog even wat aan de boeken te doen. En ga ik Sweet Magnolias kijken en flikken. Dus dat wordt het ook. Dus verder niks bijzonders. Ik had net een bijnaam voor Lente bedacht. En die mocht ik, zo mocht ik Lente nu noemen. Dat is wel leuk. Behalve als ze het niet meer leuk vond, dan mag het niet meer. Maar dat is logisch. Maar dat komt denk ik pas als ze groter is. Goed, ik ga nu lekker relaxen. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 15 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen even stofzuigen en dan ga ik boodschappen doen. Dus dat is ook de planning voor vandaag. Ik heb gisteravond gekeken naar Uitstel van Executie. Als ik het goed begreep, zit het laatste seizoen. En in dit seizoen gaan ze ook mensen helpen met een huurhuis. Hele mooie eerste aflevering. Deze mevrouw die was ongeneeslijk ziek en moest daarom van haar huis af. Omdat het eigenlijk gewoon allemaal niet zo goed meer lukte. Omdat het te groot werd en ze zag haarzelf ook niet in een bed in de woonkamer liggen. Ze wilde heel graag gelijkvloers gaan wonen. Zij had verder eigenlijk nog geen schulden. Maar ze wilde het gewoon voor zijn en ook niet de familie met de sores laten zitten. Mocht zij er niet meer zijn. Nou, het is allemaal heel mooi gelukt. En ja, het was een hele mooie uitzending. Daarna ben ik de Meilandjes gaan kijken. Die gingen de bijstand in. Er is alleen heel veel commentaar nu al op dit programma. Terwijl ik denk, wat is het anders als in de tijd dat de Vrolijkers het deden. Gerard Joling en Koren en de Rolvinkjes. Heel veel mensen vinden dat het de verkeerde timing is. Nou ja, weet ik niet. De problemen speelden natuurlijk toen ook al. Toen de andere gezinnen het deden. Maar ik heb wel het idee dat er gewoon nu veel meer commentaar op is omdat hun de familie Meiland zijn. En dat heel veel mensen gewoon niks hebben met hun.
En dat kan, alleen dan denk ik ook, er zit een knop op je tv, zet hem dan uit. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Ik heb wel weer moeten lachen. En dat is gewoon puur om hun reacties. Dat is natuurlijk niet vanwege de situatie, want ja, het is gewoon heel schrijnend. Maar het is gewoon heel bijzonder om te zien hoe een gezin die het normaal gewoon hartstikke goed heeft, zo gaat leven. Ik weet niet of ze het gaan redden. Ik moest al wel gelijk lachen. Ja, ga je wijn drinken? Ja, maar gewoon niet van die pakken. En hebben ze wel een Aldi en een Lidl. En ze weten dus allemaal wel dat die goedkopere winkels er zijn. Dus ja, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Maar ja, nogmaals, veel commentaar. Dus ja, dat is wel jammer. Maar goed, voor de mensen die het wel leuk vinden, is het wel gewoon heel leuk. En ik denk in deze donkere tijden gewoon dat het ook gewoon fijn is als er gewoon wat leuke televisieprogramma's zijn zoals deze. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt en daarna ben ik de Sweet Magnolia's gaan kijken en had ik flikken. Dus op zich een lekker avondje. Ik ga het nu even stofzuigen en de boodschappentassen pakken en dan ga ik zometeen boodschappen doen. En ik neem jullie wel weer eventjes mee. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus tijd om even aan de gang te gaan. En ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben van het boodschappen doen. Inmiddels alweer even terug op mijn boodschappen, maar ik moest even lachen. Ik kreeg net van mijn vader een foto door, waarna toen ik opstond en we waren nog zo super jong. Ik schrok van hoe jong gezicht ik daar nog had. En ja, daar moest ik wel even om lachen. Maar ik heb boodschappen gedaan. Ik heb wat paaspulletjes gekocht. Ik heb allereerst twee paastakken. Ik vond het wel leuk om een keer paastakken en deze kun je gewoon een beetje uit elkaar zetten en die kun je dus leuk versieren. Dus daar heb ik er twee van gekocht. Want ja, mijn moeder zei ja, het was er maar per één. Maar eigenlijk als je er twee in een vaas zet, is dat hartstikke leuk. Dus die zijn leuk voor Pasen. Ik moet hier even de boel ondertussen in de gaten houden. Even kijken hoor, dan heb ik ook daar wat versieringjes bij. Ik heb hier allereerst hangeitjes. Vond ik wel leuk. En ook deze, die vond ik ook wel leuk. Kijk hoor, wat heb ik dan nog meer? Kijk, konijntjes. Leuk om erin te hangen. En dat waren deze. Even kijken hoor. Dan heb ik hier ook nog dit setje. En hier zijn ook nog wat hangdingetjes. Nou, dan hebben we deze weer gehaald. De zwarte waren op. Ik heb nog één zwarte en de rest toch maar witte gedaan. Want ja, ik wilde het afmaken. Dus die hebben we in ieder geval ook weer binnen. Oeh, jongens. Muis. Blijf hier. Dan de boodschappen. Ik heb allereerst bakboter. Weer even de handschoentjes, want ik heb nu weer aangebroken. En wil ik ze weer op voorraad hebben, want ze zijn natuurlijk best wel snel weer kapot. Deze was in de aanbieding, die heb ik meegenomen, omdat het gewoon best wel hard gaat. En ze normaal best wel duur zijn. Dan hebben we chocomel. Nou, de broccoli heb ik meegenomen. Dat hadden jullie al kunnen zien dat ik die in mijn mandje legde. Dan hebben we patat. We hebben bonen. We hebben aardappelschijfjes. Even een andere tas pakken. Oh, jongens. Ik
Ik heb de krokantjes hier meegenomen, want die heb ik dus nu net aangebroken. Maar ik vind het toch wel prettig om dat in huis te hebben. Slavinken. Toiletreiniger. Ik heb hem nu van de Lidl. En dit is lavendel. Ik had eigenlijk iets anders verwacht bij de Rotte, maar oké, het maakt niet uit. Eitjes voor in het potje. Paas komt eraan, dus. Spekjes. Voor zondag lekker rund. Sucadelappen, heerlijk. Hou ik van. En ik heb sokken. Of had ik verder nog iets bij de Lidl? Nee. Ik heb sokken. Deze waren nu een eurotje. En ik heb hier allereerst... Ja, wat zijn dit? Beestjes? Vogeltjes? Heel leuk. Flamingo's. Superleuk. Deze vond ik ook wel heel erg leuk. Ik hou van sokken met printjes. En deze met lipjes erop. Nou, daar maak je mij helemaal blij mee. Dus fantastisch. Dus dat waren alle dingetjes die ik nu heb gekocht. Ik ga dit ook gelijk zo eventjes opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan straks lekker douchen en eten. Vanavond hebben we weer Married at First Sight natuurlijk. Dus daar heb ik wel zin in. En ja, dat is het ook. Ik ga de vlog afmaken. Ik heb met mijn coach even wat van mijn video's zitten kijken. Want ze was wel eens benieuwd wat ik nou allemaal deed. Dus dat hebben we even zitten kijken. Was wel heel leuk. Wat ga ik verder doen? Nou ja, Sweet Magnolias kijken. Ik moet sowieso mijn foto's bewerken voor mijn blogpost. Die lipstick, dat is niet echt wat, want die is helemaal verdwenen. En verder, verder. Niet zo heel veel. Ik heb flikken vanavond en dat is het ook wel. Dus ik ga dit nu ook gewoon lekker eventjes gelijk naar boven brengen. Ben ik het kwijt, kunnen mijn schoenen er ook heen, want die zitten nou ook niet meer echt heel lekker. Dus dat ga ik doen. Ik ga bij deze ook lekker de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je die melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. En hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!